thousands of girls would storm up. I had to lock my door. Somehow I couldn't warm up to one before. What was it that controlled me? What made my love lively? My intuition told me you'd be on the scene. Lady, listen to the rhythm of my heartbeat. You will get just what I mean. Embrace me, my sweet embraceable. Te doen. Er is een controller onderweg, een revisor. Een revisor? Een controleur? Een revisor, een controleur uit Brussel. En nog wel met geheime orders, incognito. Incognito? Daar heb je het gedubbel. Was het net lekker rustig, krijg je dat? Een revisor, nog wel met geheime orders, mevrouw. Ik zal jullie een brief voorlezen die ik ontvangen heb van een goede vriend van mij. Julius van Loenen, jij kent hem wel, Simon. Beste vriendin, dat ben ik. Ik lees jou een brief voor om je te laten weten dat er... Om je te laten weten dat er een ambtenaar is aangekomen met orders om het hele overheid te inspecteren en in het bijzonder onze gemeente. Ik heb het van heel betrouwbare mensen, hoewel hij zich voordoet als particulier. Omdat ik weet dat je wel eens een kleine zonde begaat, zoals iedereen trouwens. Omdat je een verstandige vrouw bent en je niet graag iets laat ontgaan wat voor het grijpen ligt. Nou. Ja, volgens hem dan, hè. Raad ik je aan voorzorgsmaatregelen te nemen. Want hij kan ieder ogenblik komen, als hij er al niet is. En zich ergens incognito ophouden. Incognito? Dat is dus de toestand. Ja, zo'n toestand is ongewoon. Zonder meer ongewoon. Maar mevrouw van Brandenburg, wat moet een revisor hier nou? Ja, waarom? Dit is gewoon het noodlot. Tot nu aan toe is de keuze godzijdank op andere steden gevallen. En nu zijn wij aan de beurt. Nee, autoriteiten hebben een fijne neus. Het mag dan ver zijn, maar ze houden alles in de gaten. In de gaten of niet in de gaten? Kijk, ik heb u gewaarschuwd, dames en heren. En ik raad jullie aan hetzelfde te doen. Ik heb bepaalde voorzorgsmaatregelen genomen. Simone, ik zou je raden... is even op te letten. Zonder twijfel zal een ambtenaar op doorreis allereerst onder jouw beheer staande ziekenhuizen willen bezichtigen. Zorg er daarom voor dat alles netjes is. Schone pyjama's en zieken die er niet uitzien als schoorsteenvegers zoals gewoonlijk. Och, dat is een kleinigheid. Ja, het zou beter zijn als er minder waren, hè? Men wijt zoiets toch vaak aan slechte verzorging of aan de onbekwaamheid van de geneesheer? Oh, maar wat de geneeskunst betreft heb ik mijn maatregelen genomen. Hoe dichter bij de natuur, hoe beter. Dure medicijnen worden niet gebruikt. Een mens zit eenvoudig in elkaar. Gaat hij dood, dan gaat hij dood. Wordt hij beter, dan wordt hij ook zo wel beter. Ja. Ook jou, Louise. Als voorzitter van het college van bestuur, jou zou ik raden.
is een keer wat meer aandacht te besteden aan het ROC. En die bonus die jij hebt aangenomen voor jou en je man, dat kan toch niet door de beugel. Om over die spookstudenten nog maar te zwijgen. Ja, mevrouw, in het onderwijs is altijd wat. Iedereen bemoeit zich ermee, doet alsof hij er verstand van heeft. En jij, Ino Pont. Ook jou zou ik raden eens aandacht te besteden aan de rechtbank. Er liggen nog dossiers van 4 jaar geleden. En ik heb mij laten vertellen dat er wel eens wat onder tafel gaat om de procedures te bespoedigen. En dat jij die vergunning hebt afgegeven voor de uitbreiding van het vliegveld. Nou, wij willen toch niet dat iemand dat weet, nietwaar? En wat betreft die voorzorgsmaatregelen en wat Van Loenen in zijn brief als kleine zonde noemt. Wat moet ik daar nou weer mee? Ja, wat verstaat u onder kleine zonde, mevrouw van Brandenburg? Ik kom er hopelijk vooruit dat ik wel eens wat aanneem, maar wat een reisje of een cadeautje of zo. Of het nu reisjes of cadeautjes zijn, het blijft omkoperij. Nee, dat is iets heel anders, mevrouw van Brandenburg. Als je een bondjas van 12.000 euro en een krat whisky voor je man... Ja. Dat verdraaide incognito. Opeens staat hij voor je neus. Zo, vriendje, zegt hij. En wie is hier de rechter? Is dat Ino Pont? Laat die maar eens hier komen. En de directeur van de scholen? Laat die eens hier komen. En over Simone Dijkstra nog maar niet gesproken. Hier komen. Dames, wat komt er voor een ambtenaar? Wat? Weet jij dat nog niet, Jan? Ik hoorde het net van Isadora Bloem. Ze was bij me in het postkantoor. Hoe voelt u zich, mevrouw de burgemeester? Ja, die kooplui in die burgerij, daar zit ik mee. Ze zeggen dat ik ze het leven zuur maak. Maar eerlijk, als ik wel eens iets heb aangenomen, nou, dan bedoelde ik daar niets kwaads mee. En ik denk zelfs, zou hier iemand soms zijn die mij heeft aangegeven? Waarom komt er anders een revisor? Jan, moet jij eens luisteren, Jan. Kan jij niet, ja, uit algemeen belang, iedere brief die bij jou op het postkantoor komt, zowel inkomend als uitgaan, klein beetje openmaken en lezen om te zien of er een rapport in zit of gewone correspondentie. Zo niet, dan plak je die hele handel maar weer dicht. Oh, maar dat doe ik al heel lang. En dat doe ik niet zozeer uit voorzorg, maar meer uit nieuwsgierigheid. Ik wil namelijk gewoon heel graag weten wat er voor nieuws is in de wereld. En ik zal u zeggen dat het bijzonder interessante lectuur is. Sommige brieven zijn werkelijk een genot om te lezen. Ze beschrijven tevreden zo levendig en leerzaam. Ja. Heb jij iets gezien van een ambtenaar? Nee. Nou, Jan, mocht je iets vinden van een rapport of een brief of een klacht, hou die dan zonder bedenkingen vast. Met alle genoegen. Joehoe! Een buitengewone gebeurtenis! Goed nieuws! Wat is er dan? Wat is er? Een onvoorziene situatie. We komen de herberg binnen. Theodora en ik komen de herberg binnen. Laat mij nou, Isadora. Ik zal het vertellen. Nee, laat mij nou alsjeblieft. Je weet de juiste woorden niet te kiezen. Jij gaat in de war en vergeet van alles. Ik vergeet helemaal niks. Echt niet. Val me nou niet in de reden. Laat me nou vertellen. Wat is er aan de hand? Mensen krijgen wat van je. Ga zitten, Isadora. En wat is er? Een ogenblikje. Ik zal bij het begin beginnen. Zodra ik het genoegen had u te verlaten nadat u zo goed was geweest van streek te raken door de brief die u gekregen had. Jawel, toen ben ik meteen... Val me nou alsjeblieft niet in de reden, Theodora. Ik weet echt alles, alles. Toen ben ik met permissie gauw naar Guido Silverberg gegaan. En toen ik Silverberg niet thuis trof, ben ik naar Marcel de Rooij gegaan en die was ook niet thuis. En toen ben ik bij Jan van der Wouden langs gegaan om hem op de hoogte te brengen van het nieuws. En toen ik daar vandaan kwam, zag ik Theodora... Ja, naast het kraampje waar ze pastijtjes verkopen. Ik zie dus Theodora en ik zeg tegen haar... Heb je al gehoord van het nieuws wat mevrouw van Brandenburg gekregen heeft uit een betrouwbare brief? Maar Theodora had het al gehoord van je huishoudster die om het een of ander... Ik weet niet wat naar Mathieu Meertens was gestuurd. Om een vaatje voor de Franse brandewijn. Om een vaatje voor de Franse brandewijn. En toen gingen Theodora en ik naar Mathieu Meertens. Theodora, nou moet je me, hoe heet het, niet steeds in de reden vallen, alsjeblieft. We gaan dus naar Mathieu Meertens. En onderweg zegt Theodora, ze zegt,
Laten we even naar de herberg gaan. Ik heb zo'n raar gevoel in mijn maag. Ik heb sinds vanmorgen niets gegeten. Mijn maag rammelt. Ja, de maag van Theodora dus. Ze zegt, bij de herberg hebben ze nu verse zalm. Laten we die eens proberen. We waren nog maar net binnen of daar loopt opeens iemand. Aardig voorkomen in burger. Aardig voorkomen in burger. Die loopt daar door de gelagkamer. En een gedachtegang op zijn gezicht. Een gelaatsuitdrukking en een gedraging. En hier ook heel wat. Ik had als het ware een voorgevoel. En ik zeg tegen Theodora, hier steekt iets achter. Ja, ondertussen wenkt Theodora met zijn vinger en roept de herbergier. Herbergier Vlas, zijn vrouw heeft 3 weken geleden een kind gekregen. Zo'n flinke jongen. Die wordt later net als zijn vader ook herbergier. Dus Theodora roept Vlas en ze vraagt hem zachtjes, wie is die jonge man? En Vlas antwoordt, dat is, zegt hij. Ja. Val me nou niet in de reden, Theodora. Alsjeblieft, val me nou niet in de reden. Jij kunt het niet vertellen. Je slist. Ik weet dat je een fluitende tand hebt. Hij zegt, dat is een jonge man. Een ambtenaar. Jawel, die komt uit Brussel. En van naam heet hij, zegt hij, Hugo van Waalstaten. En hij is op weg, zegt hij, naar Groningen. En zegt hij gedraagt zich heel vreemd. Hij is hier al meer dan een week. Hij komt de herberg niet uit. Hij laat alles opschrijven. En hij wil geen cent betalen. En met dat hij dat zegt, ging mijn licht op. Hé, hey, zeg ik tegen Theodora. Hé, hey, Isadora. Ik zei hé. Hey. Eerst zei jij hé, hey, en toen zei ik het. Hé, hey, zei de Theodora en ik. Waarom zit hij hier als zijn weg naar Groningen voert? Jawel, mensen. Hij is die ambtenaar. Wie? Wat voor ambtenaar? Die ambtenaar waar u met permissie een schrijfhof ontvangen heeft. Die revisor. Oh mijn god. Oh. Het is niet waar. Het is wel. Hij gaat niet weg. En hij betaalt. Wie kan het anders zijn? Het is hem. Echt, het is hem. Zo opmerkzaam. Er ontging hem niets. Hij zag Theodora en hij zal hem eten meer omdat Theodora gaande haar maag. Hij keek ons recht op ons bord. Ik verstijfde gewoon van schrik. O heer, wees ons zondaars genadig. Hoe lang is hij al hier? Een week of twee. Oh mijn god, 14 dagen. In die 14 dagen heb ik die Poolse prostituee flink laten afranselen. De arrestanten hebben geen eten gehad en op straat is het een troep. Een smeerboel, een schande, een aanfluiting. Mevrouw Kanten van Brandenburg, we zullen in optocht naar de herberg moeten. Nee, laat mij maar alleen doen. Kom mee, Inopont, dit belooft een ramp te worden. Oh, waar maak jij je zorgen over? Je trekt de zieke nieuwe pyjama's aan en klaar is Kees. Wat nou pyjama's? Medische missers, verkeerde protocollen, uitgekeerde bonussen. Nou, ik maak me geen enkele zorgen. Theodora, wie verdenkt er nou een districtsrechtbank? Ik ook, mevrouw van Brandenburg. Mag ik ook mee? Mens, je ziet er niet uit en dan erbij, er is geen plaats in de auto. Het geeft niks hoor. Ik ren gewoon eens een rondje achter de auto aan. Ik wil alleen maar even om het hoekje kijken om die gedragingen van hem en... Oh mijn god, ik vergeet helemaal dat onderhoek. Want 40 karren met radioactief afval liggen. Oh mijn god. Oh mijn god. Wat een ellende, wat een ellende. En ook paard overlopen. Iemand die hier die pokkenauto kan starten. Heren! Waar zijn ze? Waar zijn ze? Waar zijn ze? Oh, mijn god, Catharina, waar ga je naartoe? Straks, lieverd, straks. Straks? Wat nou straks? Wat krijgen we nou? Ik wil niet straks. Ze is weg. Nou weten we nog niks. Wat geeft het nou, papa? Over een paar uur weten we toch alles. Ja, over een paar uur weten we alles. Over een paar uur, dank je. Feestelijk zeg. Daar heb ik wat aan als een antwoord. Een wonder dat je niet zegt dat we over een maand nog meer weten. Thank you.
zo garden ons papa, zeg zo garden ons papa. Veronica, de rest is daar. Met het lachje in je springt, trots en pantheone meer. Klaassen is streng, ah, de poëet op de licht, helpt is jetzt voor zijn vriend. Welt ist wie verhext, Veronika, der Spargel wird. Ach du Veronika, die Welt ist grün, drum lass uns in die Welle ziehen. Sogar der Großpapa sagt zu der Großmama, Veronika, die Welt ist da. En nu heeft de herbergier gezegd van... Ik geef geen eten als het vorige betaald is. En als we nou niet betalen? Al kregen we maar soep of zo. Ik denk dat ik de hele wereld op zou kunnen. Hé, hey Rutger! Ga jij daar nou eens heen? Waarheen, meneer? Ja, naar de receptie. En zeg daar dat ze me wat te eten geven. Oh nee, dat doe ik niet, meneer. Hoe durf jij, lummel? Nou, gewoon, het maakt niet uit of ik ga... De waard heeft gezegd dat hij geen eten meer geeft. Hoe durft hij? Wat is dat voor onzin? Nou, hij zegt... Meneer heeft al 2 weken niet betaald. Ik ga naar de burgemeester. Julian zijn schurken. En je baas is gevuit. Zegt hij... Dat ken ik, zegt hij. En jij, varken, vindt het nog leuk ook... om dat allemaal uitgebreid tegen mij te vertellen? Hij zegt... Zo kan iedereen wel komen... Installeren, de rekening laten oplopen. Dan krijg je er nooit meer uit. Ik maak geen gekheid, zegt hij. Ik die nog een klacht in. Dat is hem in het gevangen gooien. Ja, nou, zo is het wel genoeg. Een lummel je bent. Vooruit, schiet op, gaat hem zeggen. Wat een onbeschaamde vlegel. Ja, maar meneer, kan ik de waard niet beter hier laten komen? Wat moet ik met die waard? Ga het hem zelf zeggen. Ja, maar meneer. Vooruit, haal hem dan maar. Verdomme. Schrikkelijk, wat heb ik een honger. Ach, we een eindje gaan wandelen. Ik dacht, dan gaat het al over. Maar nee, verdomme, het gaat helemaal niet over. Ja, als ik nou in Valkenburg in dat casino niet zo aan de boemel was gegaan, dan had ik nu geld genoeg gehad om thuis te komen. En dan komt maar niemand. De waard laat vragen wat er van uw dienst is. Alles goed met jou? Goddank wel. Ah, en met de herberg. Gaat alles goed? Alles gaat uitstekend. Veel gasten? Ja, gasten zat. Zeg, luister eens. Mijn eten is nog steeds niet gebracht. Dus vraag alsjeblieft of ze een beetje opschieten. Ik heb direct na het eten wat te doen, zie je? De waard zei dat hij u niets meer verstrekt. Hij wou zich vandaag bij de burgemeester gaan beklagen. Ja, wat nou beklagen? Ik moet toch eten? Of niet soms? Anders val ik van mijn graad. Ik heb verschrikkelijke trek. En ik zeg dit niet voor de grap. Oh, juist. De waard zei, ik geef ze niks meer voordat ze het vorige betaald hebben. Dat was zijn antwoord. Maar overtuig jij hem dan. Leg het hem uit. En wat moet ik hem dan zeggen? Breng hem serieus aan zijn verstand dat ik eten moet. Het geld komt wel. Nou goed, ik zal het hem zeggen. Toch wel beroerd als hij helemaal niks meer te eten geeft. Ik heb een honger zoals ik nog nooit heb gehad. Misschien iets van mijn kleren te gelden maken? Zal ik mijn broek verkopen? Nee, dan liever honger lijden. Jammer trouwens dat ik geen auto heb kunnen huren. Het zou anders verdraaid mooi geweest zijn in een limo naar huis te gaan en dan bij een landeigenaar in de buurt van Roes komen aanchezen met Rutger voor in een livrei. Ik zie die consternatie al voor me. Wat is daar? Wie is dat? En dan komt er een lakei binnen. Hugo van Waal staat uit Brussel. Geeft u belet? Ze weten niet eens, die lummels, wat dat betekent, geeft u belet. Als er bij hen zo'n uilskuiken van een directeur op bezoek komt, dan schokt zo'n beer gelijk door naar de salon. Hé. Hey. Je stapt op zo'n lieftallig dochtertje af. Pardon, juffrouw. Mag ik? Bent u... Ach, honger.
En? Het eten komt eraan. Het komt! Het komt! Het komt! Dit is de allerlaatste keer, zeggen de waard. Ah ja, die waard, fuck die waard. Wat heb je daar? Soep en vlees. Wat? Maar 2 gangen? Ja, meneer. Wat is dat nou? Wat is dat voor onzin? Zeg maar, wat is dat nou eigenlijk? Dat is veel te weinig. Nee, de waard zegt dat het nog te veel is. En waarom is er geen saus? Geen saus? Nee. Waarom niet? Nou. Ik heb zelf gezien toen ik langs die keuken liep, daar waren ze van alles aan het klaarmaken. En vanochtend in de gelagkamer zaten 2 van die dames zalm te eten en nog veel meer. Dat kan wel wezen, maar nee. Maar die zalm dan, en die vis, en die koteletten. Nou, gewoon nee. Ja, wat nou nee? Die zalm, die vis, die koteletten. Ja, dat is voor betere gasten. Ach, jij muts. Jawel. Jij ellendig varken. Waarom eten zij wel? En waarom kan ik dat niet eten? Waarom kan ik dat verdomme ook niet eten? Zijn dat niet net zulke gasten als ik? Dat weet u best. Dat zijn het juist niet. Van jou praat ik niet meer. Wat is dat voor soep? Je hebt gewoon water in een kom gedaan. Er zit helemaal geen smaak aan. Hij stinkt alleen. Ik wil die soep niet. Geen van anderen. Nou, dan nemen we ho, maar ho, 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 ho. Trut. Afblijven. Je bent misschien gewend anderen zo te behandelen. Maar mij niet. Dat hoef je bij mij niet te proberen. Mijn god, wat een soep. Ik geloof dat geen mens ter wereld ooit zulke soep gegeten heeft. Hier, er drijven veren in plaats van vet. Wat een kip. Geef me het vlees. Er is nog wat soep over, Rutger, neem jij dat maar.